Op 25 mei organiseerde Fortuna Sittard de afscheidswedstrijd van Fernando Riksen. In het stadion in Sittard zagen naar schatting 5000 toeschouwers hoe Fernando samen met zijn oud-collega's zoals Nacho Novo, Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel, Ronald de Boer, Yevgeny Levchenko en Roy Makaay een wedstrijd speelden tegen het eerste elftal van Fortuna Sittard. Riksen was voor de wedstrijd gespannen, maar had er ontzettend veel zin in. Van alle kijk jij naar uit? Een lange tijd, al bijna 2 maanden. Ja, hard gewerkt, alles bij elkaar te krijgen. En vandaag wordt een mooie dag. Ga je zelf spelen? Ik zou wel willen, maar dat wordt moeilijk. Misschien de laatste minuten en de afstand. Oud-ploeggenoten Giovanni van Bronckhorst en Kevin Hofland kwamen naar Sittard om Fernando bij te staan tijdens zijn laatste wedstrijd. Willem van Hanegem twijfelde geen moment toen hij gevraagd werd om het sterrenteam van Fernando te coachen. Giovanni van Bronckhorst, heb je dan uitgekeken naar deze dag? Ja, zeker. Toen ik de uitnodiging kreeg om hier te spelen voor Fernando, ja, vond ik het mooi om hier te zijn voor hem en een hele mooie dag van maken voor Fernando. Hoe ken jij hem als speler en als persoon? Ja, ik ken hem allebei goed. We hebben met elkaar gespeeld bij Oranje en bij Rangers wat langer met elkaar. En, ja, een hele goede collega, iemand die altijd voorop gaat in de strijd. En een speler die je liever in je team had dan een speler waar tegen je moest spelen. Ja, en ziekte ALS, hoe kwam dat bij jou binnen? Ja, heel hard, heel hard. Je echt, zat in de keuken en ik zag het op internet en ja, dan krijg ik wel even een klap. Dan ben ik wel emotioneel, omdat iemand die je kent natuurlijk en een jaar hebt meegemaakt deze ziekte heeft. En heb je vandaag al gesproken, hoe gaat hij met om? Hoe denk jij dat hij met omgaat? Ik heb natuurlijk moeite met praten, maar het is wel iemand die, hij staat erin zoals hij echt is. Hij heeft altijd vertrouwen, hij is een vechter en ik moet zeggen dat hij me heel, hij staat heel goed op zijn benen nog en maakt ook wel een krachtige uitstraling, vind ik. Hoe belangrijk is zo'n afscheidswedstrijd eigenlijk voor hem of voor een speler? Nou ja, heel belangrijk voor hem natuurlijk, omdat de club het voor hem organiseert, wat ook heel mooi is. En ik denk dat het ook wel mooi te zien is om zoveel ex-collega's bij hem ook vandaag hier te zien voor de wedstrijd. Ga je een feestje van maken? We gaan er een feestje van maken, ja. Voor mij staan we in het veld en voor mij zijn ze begonnen. Meneer Van Hanegem, hoe belangrijk is het voor u om bij je aanwezig te zijn? Hoe belangrijk? Nou, ja. Niet. U vindt het niet speciaal om voor Fernando als coach op te treden? Nee, maar dat is wat anders. Kijk, ik vond het wel geweldig dat ik gebeld was of ik mee wilde doen. Hoe bent u benaderd? Ja, ze hebben mij een e-mail gestuurd. Nou ja, dan hoef je er niet lang over na te denken. Hoe kent u Fernando eigenlijk als persoon en als speler? Nou, ik heb 2 jaar met hem gewerkt bij AZ, dus vandaar dat ik hem redelijk goed ken. En bij het Nederlands elftal dan nog een paar jaar. Hoe kunt u hem het beste beschrijven? Ja, als ik vond het, toen ik hem in het begin zag, een heel druistig ventje, vond ik het. Dat was ongelooflijk wat hij voor een energie had. Hij was denk ik de voorloper van het ADHD. Het was echt ongelooflijk. Je moest hem overal in afremmen. Hij was heel gretig en daarom vond ik het niet vreemd, maar dat heeft hij ook een beetje aan zichzelf te danken, dat hij met 12 internationals of interlands heeft gespeeld. Nou, hij had zomaar 62 kunnen spelen. Zoveel kwaliteiten had hij dus. En hij zat als mens ook wel goed in elkaar. En dat vind ik vaak nog het belangrijkste. Maar daarbij was het ook een geweldige speler voor je ploeg. En er staan er behoorlijk wat mensen op de grasmat, behoorlijk wat namen op de grasmat. Bent u tevreden of had u er nog een paar namen bij willen hebben? Nee. De mensen die hier zijn, die doen dat met liefde ten opzichte van hem. Nou, en die niet willen of niet kunnen ineens, die kunnen dan beter wegblijven, vind ik. Hoe gaat u vanavond spelen, weet u dat al? Ik denk dat we wel met z'n 11 spelen, heb ik het gevoel. We hebben dat althans meer dan 11.
Maar dat is wel grappig als je toch spelers. Hier zitten wel spelers bij. Met hele grote namen. Hè, die wel het een en ander al bereikt hebben. Nou, dat is. Op zich is dat toch geweldig dat ze hier aanwezig zijn. Hoe belangrijk is een afscheidswedstrijd eigenlijk voor een speler als Van Andel? Nou, ik denk dat sowieso een afscheidswedstrijd wel altijd leuk is. Maar in de situatie waar Van Andel in zit. Ja, zegt dit genoeg. Dat wij allemaal voor hem komen. Goed, voor mij is het ook een thuiswedstrijd, maar er zijn er toch een aantal die uit andere windstreken komen. En speciaal voor hem hierin komen. Dus dat is wel een mooi gebaar. Waarom doen ze dat volgens jou? Voor de persoon Fernando of voor wat hij betekent heeft voor de club? Nee, ja, goed. Ik denk sowieso in eerste instantie voor de persoon. Dat iedereen die hier is, die kent hem ook vrij goed. Weet ook hoe hij is. Ja goed, en natuurlijk ook voor zijn inzet wat hij gedaan heeft bij de clubs waar hij gespeeld heeft. Hij heeft zich altijd 110% ingezet. Ze valt hem nooit iets te verwijten. Kan je Fernando eens beschrijven als persoon? Ja, nou goed, Fernando, ja, dat is een persoon. Ik denk de meesten hebben ook zijn boek gelezen. Fernando is eigenlijk vrij rustig zo. Maar als je jongens onder elkaar bent, is hij wel eigenlijk altijd de eerste die in is voor iets leuks. En ja. Fernando denkt eigenlijk niet eerst na, maar doet zijn dingen, gaat daarna pas denken en denkt van shit, wat heb ik gedaan? Maar dat is zijn karakter. En dat is ook een heel leuk karakter, want je kan ermee lachen. En je hebt soms ook wel achteraf van, had ik hem niet bij iets moeten tegenhouden, maar wil je hem tegenhouden, lukt ook niet hoor. De wedstrijd, maar vooral de sfeeracties erna, waren emotioneel zeer beladen. In de laatste minuut van de wedstrijd benutte Rikse zelf een penalty. Daarna werd hij op de schouders genomen door Van Bommel en Hofland. Rikse barstte in tranen uit. Een van de vele kippenvelmomenten die deze avond rijk was. Emotioneel moment niet? Ja, zeker. Eigenlijk had ik niet verwacht dat het zo emotioneel zou zijn. Vooral na de wedstrijd. Als je ziet hoeveel mensen blijven in het stadion en hoe spelers reageren. Nou, dat is echt heel emotioneel. Met wat voor gevoel kwam jij hier naartoe? Ik kwam met het gevoel om wedstrijd te spelen. En Fernando ja, hard onder de riem steken. En vooral hem te zien en kijken hoe het met hem is. En een beetje hem te steunen. En als je ziet hoe levenslustig hij is en vechtlustig, dan merk je en realiseer je heel veel dingen voor jezelf ook. Hoe ken jij Fernando eigenlijk als persoon? Wat zegt u? Hoe ken jij Fernando als persoon? We hebben samen trainingscursussen gedaan en dat klikte meteen. En sinds die tijd een beetje vrienden gebleven. Ja, heel erg emotioneel. Ja. Had je het verwacht? Je stoot je erop in, maar het is nooit echt, komt toch altijd al, emotie kan je toch niet echt van tevoren op instellen. Met welke verwachting kwam je hier naartoe? Ja, Fernando kennende wilt hij toch ook dat wij gewoon echt lol ook hebben. Ja, dat is ook gebeurd, we hebben lekker kunnen voetballen. Een heel mooi afscheid heeft hij gehad. Wat hebben jullie vooraf in de wedstrijd gedaan? Wij hebben gegeten. We hebben bij elkaar gezeten. Eigenlijk wat je gewoon doet. Hoe ken je Fernando eigenlijk als persoon? Wat zeg je? Hoe ken je Fernando als persoon? Fernando is authentiek. En bij hem wist je meteen wat je aan hem had. In het veld en buiten het veld. Ja, goed persoon. En als je nu hierop terugkijkt, hoe denk je dat hij zijn afscheid ervaart? Ik denk heel mooi. Natuurlijk is het nu wordt heel zwaar. Maar het is een vechtertje. En het is hier altijd geweest. Dus, Zeg, jij hier allemaal in de puntjes voor gepland? Zeg, had hij dit verwacht? Ja, Van Andel werd uiteindelijk zijn eigen feestje nog geregisseerd. Dus vooral we gaan in het begin met het vuurwerk wat er gebeurde, over op het einde willen doen. Maar ja, Fernando nam op een gegeven moment met het hef van eigen hang. En dat is ook mooi, dat hoogste spontaan moeten laten gebeuren. Maar voor de rest is eigenlijk het programma zoals we het willen, is gewoon tot nu toe helemaal goed gekomen. We gaan dadelijk in de businessruimte nog een groot feest maken. En daar zal ook nog het nodige gebeuren. Maar ik ben enorm tevreden als ik kijk naar wat zich hier op het veld heeft afgespeeld vandaag. De supportersactie, Zwitserdal gaat vanaf.
Jazeker, we hebben heel goed samen contact gehad met hun. Ik wist wat er ging gebeuren. Uiteindelijk nee tot in de finesse is. Maar wat ik niet wist, was dat grote spandoek. Ja, wie dat zorgt, dan dat hebben ze moeilijk. Van tevoren zijn de spelers allemaal bijeengekomen. Wie was dat? Wat ze erbij? Ja, we hebben met de spelers van Fortuna en de spelers van Team Fernando, met wat sponsoren van ons, hebben we gegeten. En daar heb ik ook een openingswoord gedaan. En eigenlijk uitgelacht wat Fernando nu eigenlijk zo bijzonder maakt als voetballer en ook als mens. En ook wat hij betekent heeft voor de club. En dat was een heel gezellig, intiem, mooi moment wat we met elkaar gedeeld hebben. Er waren ook de nodige emoties. Met name wie er Willem van Hanegem in de armen viel. Daar houdt Fernando het heel zwaar met. En, ja, dat was gewoon heel mooi om te zien allemaal. Je hebt gevulde overhand gehad vandaag. Was dit wat je ervan verwacht had? Eigenlijk beter dan ik verwacht had. Ik hoorde van Martin dat je alles tot op de laatste puntje zelf geregeld had. Waarvan die dwang? Niet zo zelf geregeld. Fortuna en de mensen die daarbij betrokken waren, die hebben alles bijgedaan. Maar we hebben wel aangegeven wat we willen, wat niet. En dat was uiteindelijk van die geslaagd. En nu een heel goed Van Ander Frikse feestje. Ja, we gaan nu naar boven even afschakelen. En dan, heel lang zal het niet van mij duren, want ik ben helemaal op.